Milan, je moet spuien. Even sporten zo, toch? Even sporten. Oh. Iets? Ja. Ja. Hier. Dank je. Ja. Ja. Maar je bent ook zo braaf. Ja. Als ik hier zeg, dan kom je ook gelijk. Wat? Waar jij wil, meisje. Ik wou eigenlijk vragen wat ze ervan vond, maar... Oké. Ik ging net naar Jordi toe. Ja. Even over die hele situatie. Ja. En daar begon ook over wat... ik weet niet, was je erbij beneden in de silo net? Nee. Nadat op de gong slaan van... of op de gong slaan van... hoe heet je ook weer? Lexi. Ja. Dat jij zei... Tegen Lexi zei van... joh, in je hoofd sluit je utopia al af als je... Ja. Doet, toch? Ja, precies. Dus ik vind dat soort dingen vind ik echt gek voor woorden. Moet je kijken hoeveel tijd, energie en geld we in haar steken. Ja. Zij was een van de redenen waarom we uiteindelijk besloten, als groep tenminste in meerderheid dan ik niet, om een sportschool te gaan bouwen. Ja, klopt. En dan uiteindelijk in je hoofd dan maak je al de keuze, nou prima als ik naar huis ga. Mm-hmm. En dan in principe laat je ons gewoon stikken op zo'n moment. Ja, je vergooit eigenlijk alles. Ja. Ja, precies. En toen hadden we het over zijn utopia. Ja. 1 keer post of zo. Ja. Geen bezoek. Ja. En Lexi, die al ongeveer 120 keer de zoon hier heeft gezien. Juist. In een paar maanden tijd. Ja. Ik vind dat soort dingen echt gek voor woorden. Ja, ik wilde er ook even met Jor over spreken. Wat hij er nou van vindt. Want kijk, gisteren was hij best wel van slag, logisch. Hij meldt zich aan voor Utopia 15 maanden. Hij geeft heel veel op van thuis. Ja. En dan hoort hij dus dat hij gelijk in een finale terechtkomt. Geen post meer, geen bezoek meer. Hij kan nooit aan zijn ouders laten zien waar hij is geweest. Hij kan niks delen eigenlijk wat dat betreft. Nee. En dus dan snap ik dat je overstuur bent. En een Lex die dan helemaal van slag is omdat ze niks meer van Jordi kan zien. Of weet je dat? Maar het is toch echt egoïstisch ook? Ja. Weet je wat het is? Natuurlijk vind je het jammer. Laat dat duidelijk zijn. Iedereen mag het gewoon jammer vinden. Mm-hmm. Alleen ze doet alsof haar het ergste is overkomen ooit. Ja. En dan mag je best wel een beetje rekening houden met elkaar en het een beetje relativeren ten opzichte van een ander. Ja, want zij heeft, eerlijk gezegd, heeft zij niks te klagen. Nee, helemaal niks. Echt niks. Zij heeft haar zoon zo vaak gezien, zelfs extra, dankzij de filmavond. Dan zei het opnemen van de filmavond. Ze wilde zelfs dat Jordi ook kwam, tijdens de filmavond. Daar was ze teleurgesteld over dat het niet kon. Kijk, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ja, maar het is ook nooit genoeg, hè, dan. Nee. Ik vind het zo jammer. Ja, klopt. En ik wilde inderdaad zo ook nog even naar Jordi toe gaan erover. Van, joh, hoe zie jij het nou? Want ik merk dat hij ook geïrriteerd is naar Lex. En misschien komt dat wel daardoor. Dat zij gisteren zo overstuur raakte, terwijl zij heeft niks meer overstuur over te zijn. Absoluut. Je moet zeker ook dan even met Jor gaan praten. Ja. Maar die is nu bezig volgens mij weer met het evenement. Maar... Ja, is boven. Ja. Ik roep hem zo wel even. Ik ben wel benieuwd hoe hij er eigenlijk onder is. Want ik merkte al, hij is al de hele dag geïrriteerd. Nou, ik wil eigenlijk straks ook even met Lexi gaan praten en even vragen van... wat gaat er nou door je hoofd en als je zoiets besluit? Mm-hmm. Ja, dat is een goeie. Wat zet je allemaal op het spel? Ja. Ik denk dat ze zich dat niet heel erg goed beseft. Of ze wil misschien toch ergens ook wel een beetje gaan of zo. Maar de borg houdt er hier. Ja. Dat is hetzelfde als Jens en Milena. Mm-hmm. Volgens mij, toen ze op de gong gingen slaan, zaten ze al met z'n tweeën in de auto terug naar huis in hun hoofd. Ja, want Milan vond het wel een beetje spannend om op de gong te slaan. Maar Jens zei, nou ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat we allebei naar huis gaan samen. Nou, weet je wel. Ja. En dan denk ik, met die instelling... Maar ik vraag me dan ook af, wat de fuck doe je hier dan? Ja, klopt. Toch als je hier niet bent om het beste van te maken en eigenlijk gewoon het liefste weg wil. Ja, ben je dan finale waardig überhaupt? Ja, nee. Sowieso, daar had ik het met Jordi ook vanmorgen over. Ik kan er zo slecht tegen dat mensen hier heel snel ondankbaar zijn. Ja.
ik waardeer het nog steeds iedere dag dat ik hier mag zijn. En dan zie je mensen en hoor je, ja, ik ga het niet trekken. 3,5 maand geen post. Ik ga het niet volhouden. En dan denk ik, het is 3,5 maand. Ja. Dit is één keer in je leven, hè? En dat zien ze gewoon niet. Nee, maar ze zien het gewoon helemaal op de verkeerde manier om het hier te zijn. Je meldt je vrijwillig aan. Mm-hmm. En het moment dat je binnenkomt en je hebt een paar tegenvallers, dan in één keer doen mensen alsof we hier verplicht opgesloten zitten of zo. Nee, maar je maakt toch zelf die keuze. En als je naar huis wil, dan ga dan lekker weg. Ja, de poort staat altijd open. Ja. En vanmorgen ook stond die gong daar. De deuren waren open. En gelijk iedereen, oh, je mag naar huis. En ik dacht, wauw, wat gebeurt hier? Ik ben benieuwd. Stel je voor, mensen mogen vrijwillig naar huis nu gaan. Ik denk dat een hoop weggaan, hoor. Als de poort open staat. Ja? Ja, dat kan zomaar. Zoveel negativiteit, man. Ja. En dan denk ik, hoe ondankbaar ben je? Ja. Echt. En Jordi denkt er ook zo over. Dat weet ik zeker. Ja, die tuurlijk. Is ook echt pissig, tuurlijk. Hoor. Ja, helemaal omdat het in dit geval Lexi betreft die echt alles krijgt. Ja. Snap je? Ze hoeft er maar om te vragen en ze krijgt het. En dat gebeurt hier zo weinig mensen. Ja. En hem is niet eens 15 maanden toebedeeld. 5 maanden. Ja. En gewoon niet eens één keer bezoek. Nee. Ja, en dan gewoon, dat, als je dat niet kan relativeren als Alexandra zijnde, dat is gewoon niet best. Nee. En kijk, weet je, ze is natuurlijk dan hooggevoelig. En ik snap wel dat ze in haar eigen emotie overreact. Hoe zeg je dat in Nederlands? Ja, overreageert. Ja, precies. Maar hou ook wel rekening met een ander. Bijvoorbeeld een Merel ook, die was helemaal van, oh, vol adrenaline. De finale gaat nu eindelijk beginnen, terwijl mensen waren aan het huilen. Dus 5 minuten later zegt ze ook gewoon terecht, hey, sorry, ik bedoelde het niet zo. Ik was gewoon even, het werd gewoon heel veel, weet je. Dus dan geeft ze een knuffel en dan is het goed. Maar Lex is nog steeds niet naar Jordi toegegaan. Nee, volgens mij ook niet, nee. 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 Maar toen ik hem net bij de computer sprak, was hij ook gewoon nog geïrriteerd. Ja. Precies, ja. Die jongen zit helemaal niet lekker in zijn vel vandaag. En dat komt denk ik echt door gisteren. Ja, en zij ook. Het bezoek gaat niet door. En misschien niet eens doordat het bezoek niet doorgaat, maar ook daarna hoe de mensen ermee omgaan. Precies. Kijk, dit was juist het moment geweest dat je er voor elkaar moet zijn. Daarom ging ik net ook naar Jordi toe. Want het kan gewoon niet zo zijn dat je elkaar op dit soort momenten laat stikken. Ja, precies. Saamhorigheid, toch? Ja. Nu kan het nog. Ja. Geniet ervan, weet je. Ja. Maar jij gaat zo met Lex praten erover. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe ze erin staat. Van heeft. Maar ja, in dit geval heeft ze zich denk ik niet eens beseft in wat voor situatie ze zit na gisteren. Nee, en al helemaal door op die grond te slaan en al afscheid te nemen van ons. Van joh, moet ik naar huis gaan? Nou ja, dan ga ik naar Frenkie en naar mijn katje en dan is het klaar. Ja, ongekend toch. Terwijl je ook de keuze kan maken om er niet op te slaan. Hè? Ja. Als je geen risico's wil nemen, met wat er ook achter zou zitten, achter het op de grond slaan, dan sla je gewoon niet. Daarom twijfelde je bent. En heb ik het niet gedaan. Ja. Want stel je voor je gaat naar huis. Ja, dan moet je toch niet willen. Nee. Het kon je gewoon, dat was wat ik ook tegen Merel zei, het kon je gewoon eigenlijk niks opleveren. Ja. In het beste geval een paar stemmen. Ja. En het risico was gewoon te hoog. Ja, klopt. Ja, joh. Ongekend. Hé, wat was dat net met jou? Trouwens, over een bord of zo? Ja. Zag je die daar? Die wil alweer bezig gaan met zo'n cupcake jurk. Oh. Wat in principe leuk is, maar we hebben nog niet eens gezegd dat het doorgaat. Oh. En dan wil ze alweer een plank van een paar tientjes gaan verzagen. Oh, en dan gaat ze dat zo om erheen doen en dan gaat ze een cupcake erop zetten ofzo. Maar Shelly moet een beetje tranquilo doen, want die verkoopt links rechts wel een beetje aan Survivor Jacks. Maar die koopt ook laatst weer voor €400 aan verf in. Mm. Dus onderaan de streep kost ze alleen maar geld. En dat maakt op zich helemaal niet zo heel erg veel uit. Nou, eigenlijk wel. Mm-hmm. Maar als je dan ook nog eens random shit gaat verzagen en zo. Ja. En ook op de filmavond ook weer niet meehelpt. Mm-hmm. Snap je, ze wil ook niet. Ze is ook gewoon niet welwillend om te helpen. Om de groep vooruit te helpen. Ja. Ik heb, als je er vraagt om te helpen, is ze er nooit. Nee. Nee, ik heb vanmorgen, toen kwam ik er tegen en toen zei ik van, joh, Shell, we hebben er allebei nu een nachtje over geslapen. Hoe sta jij er nu in over dat dansen op Love is Love? Ja. Toen zei ik, wil je het nog steeds alleen doen? Zegt ze, ja. Ik zeg, oké, okay, nou ja, goed, weet je, ik heb mijn mening gegeven. Je luistert er niet naar, dus je mocht ermee doen wat je wil. En ik vind het wel best zo. Kijk maar lekker wat je doet. Maar volgens mij gaan ze Shell ook niet meer laten dansen. Nee? Nee, dat was gisteren. Ik had nog een gesprek met Jordi en Merel. Mm-hmm. En toen in dat gesprek zei Jordi tegen Merel van, wat gaan we doen? Gaan we laten dansen? Nou, wat mij betreft niet. Oké, doen we het niet. Het kan zijn dat het nu weer veranderd is, maar... Ja, maar het zou mooi zijn als het niet zo is. Ja. Kijk, weet je wat het is? Ik heb vandaag ook weer normaal aan Shelly uit proberen te leggen. Maar zij heeft gewoon het idee, zelfs als ik goed bedoelde adviezen geef, dat ik er
er raar proberen op te zetten of zo. Maar het enige wat ik gewoon tegen Shell zeg is... Met acteren bijvoorbeeld, je bent er gewoon niet zo heel erg goed in. In ieder geval niet goed genoeg. Ja. Dan moet je het hebben dus van de gunfactor. En je moet kunnen laten zien dat je kan samenwerken. Nou, dat hele riedeltje. En ik heb het vandaag weer met ze besproken. En ze beseft het gewoon niet. Nee, wat ik ook tegen haar zei is, als zij de laatste maanden zich normaal had gedragen. Zij denkt dus dat ze dan de filmavond niet had gekregen. Als ze gewoon een leuke, vriendelijke meid was geweest die binnen. Nou, die had ze zeker gekregen. Ja, sowieso. Dan had ze op 4 oktober, als ze samen met jou was gekomen... en had gezegd, goh, we willen allebei samen een dansje doen. Maar we willen ook individueel allebei een dansje doen. Hadden we gezegd, helemaal prima. Ja. We hebben toch nog ruimte. Want we hebben ook ruimte in de planning. Ja. Dan had ze er al 2 gehad. Mm-hmm. Dan had ze bij Love is Love, hadden jullie ook misschien 1 samen... en 1 individueel kunnen doen. Ja. Dan heb je er al 4 gehad. En nu krijgt ze straks niks. Ja, kan je nagaan. En dat komt alleen maar door de eigen houding. Ja. Maar ze beseft het niet, joh. Nee. Het is gewoon zonde. Daarom dacht ik ook, weet je, Brenda zei het ook al, ze heeft het gewoon echt niet door. En toen dacht ik van, toen ik vanmorgen wakker werd, ik dacht, ja, weet je wat eigenlijk? Ik moet er gewoon boven gaan staan. Stel je voor, ik word later een beroemde danseres, stel je voor, hè? Ja. Dan is het ook bizar dat ik tegen mensen zeg, nee, ik wil niet dat jij op hetzelfde podium als mij komt staan. Dat kan ook niet, weet je? Daarom dacht ik, laat me gewoon van mijn beste kant zien. En ik zeg gewoon van, joh, als jij per se alleen wil dansen, doe je ding. Ik had het liever samen gedaan, maar goed, wie ben ik? Ja. En ik denk dat ik trouwens nog even Charlie ook ga mailen voor 4 oktober of ze toevallig in het land is. Ja. Dan zou het toch tof zijn als ik het juist wel samen wil doen. Ja, tof. Met haar, in plaats van alleen daar gaan staan. Ja. Zou ik ook niet erg vinden. Weet ik. DJ, dan volgens opening, zang, oh, ja. Verder. Mm-hmm. En dat we heel erg met persberichten moeten gaan zitten op alle gay socials. Juist. Zoals Wings en de Gay Krant enzovoort. Oké, okay, dat is tof. Mooi, want ik ga het over de Gay Krant. Ga ik toch vanavond de column over schrijven. Juist. Ja, goeie. Ja. Oké, okay, tof. We gaan hier beginnen, want hier is het hoogste punt. Hier is een plank. Oké. Okay. Kan je deze dan loshalen? Sir, yes sir. Sir? Dus we hebben 1 akte, of niet? Yes. Oh, kut, sorry. Gisteren ging het zo snel. De ander ligt volgens mij in het atelier. Nee. Maar... Of geladen is. Ja, dat dus. Ja, want ik kon gisteren dat ding niet vinden. Maar het feest. Hij is nu ook geladen, maar it's okay. Oh, er zit een schroef. Er zit een bout. Ja, weet ik. Hij is alleen niet in de lader geweest inderdaad. Als ik hard niet... Nee, laat maar. Maar Merel en ik hadden het ook over wezen van... Kijk, wanneer gaan we dit feest online gooien? Dat is dus na vrijdag de 13e. Ja. En dat ik vanuit daar dat ik... want ik ga zaterdag ga ik mijn verhaal doen. Oh, ja. Hoe laat? Dus... Ja, dan is het natuurlijk het feest geweest, dus ik denk richting 12, 1 uur. Okay. Dan doe ik mijn verhaal en wat ik voornamelijk... Utopia, dat is de stap naar mijn vrijheid geweest. Ja. Ik heb me in die 21 jaar dat ik hier ben, op deze aardbol... is mijn vrijheid sinds 2 maanden heb ik vrijheid gekregen. Precies. Ik kan zijn wie ik wil zijn, ik kan mijn dingen doen, wat ik wil doen, wat ik kan doen... Wordt erin gespoord? Ik word erin gespoord, maar dat gewoon zeiden, ik word er niet op afgekeurd of afgekeken. Noem je dat afgekeurd erop. En dat is vind ik heel erg mooi dat het hier niet gebeurt. Ja. Maar het in de buitenwereld, dat het wat anders is voor mij. Mm-hmm. Ik heb hier echt heel kort mijn vrijheid. Daarom probeer ik van iedere dag ook zo heel erg te genieten. Ja. Want dit, ik krijg dit, als ik terug ga, dan zit ik weer in hetzelfde ellende totdat ik uit huis ga. Mm-hmm. Waarschijnlijk. En dat ik dan in een andere omgeving zit. Ja. En dat ik vind het heftig om daarover te praten, maar dat is wel mijn verhaal. En dat is ook met het festival, weet je, van het maakt niet uit wat je bent, het maakt niet uit wie je bent. Ja. We accepteren iedereen. Je bent welkom. Ja. Ja. Weet je, de safe space waar jij het over had, weet je, dat je in Utopia een thuis wilt creëren. Dat is met het festival, weet je, van het 4 uur kan dit gewoon lekker als thuis aanvoelen. Ja. Als in... Dat je gewoon op je gemak voelt en dat je gewoon de dingen kan doen die je wilt doen. Ja. Ja. Nou, mooi toch? En daarom vind ik jouw beweging ook zo mooi om te zien, weet je, van...
het is ook echt zo bij jou. Ja. Dat lijkt me een tof festival. Ja. Ja, mij lijkt het ook een hele toffe. Okay. We beginnen met die kleine, achterin. Ja, Jor, ik wil je zo nog wel eventjes ergens over... Over Shelly? Nee. Oh, maar dat dansen? Goed. Nee. Oh, mag over? Mag ik zijn? Oké. Okay. Nou ja, gaat het over mij? Liever, nee, maar liever gewoon één op één. Oh, mag ik wel even weten waarover het gaat? Ja. Dat we even naar die kant oplopen en zeg maar. Die kant even snel. Oh, ja, het is heel kort. Oh, heb je 1 seconde, schat? Als jullie alleen al even die achterste plank uit deze rij willen doen, kan ik in ieder geval... Wat wil je, die verplaatsen? Nee, die achterste gaan we eerst... Oh, ja, nemen we die op even meenemen. Dat is het hoogste punt. Oké, wacht, ik pak even de waterkant. Oh, zo, die schroefje zit. Ja? Ja, die. Zoals gaat die erin? Oh, wacht. Ja? Pas op. Ja, gat. Oké, die maakt niet heel veel uit. Oké, wacht. Hou hem even zo. Eens kijken. Nog een heel stuk eigenlijk. Nog een heel stuk. Ja, hier. Yes. Ja. Komt hier? Ja, top. Heb je de hele rand opgedaan of een luchtje? Beide. Ja, dat rook ik ook net. Wat ben jij voor plan, Mr. Laat? Niet willen stinken. Oké, of zit ook nog een leggen? Is er ook nog een andere beweegreden? Nee. Was ik maar zo goed voorbereid. Dat ik, It's perf. Oh, Milena's song. Dat hoor ik, Milena. Ja, ik hoor dat ook. Iedereen dacht altijd dat het eten super smerig was. Ja. Gaat nog steeds niet. De noot is niet lekker vond. Oh nee, ze deelt het alsof. Oh joh. Maar waarom zei ze dat dan niet bij? Wat? Waarom zei ze dat er dan niet bij? Omdat ze al ging lachen. Eet het alsof Shelly niet kan koken. Oeh, kunnen we weer... Oh, yes. Shelly misschien wel lekker erbij. Hi. Wat heb ik ook een scheur, hè? Wat heb ik ook een scheur, hè? Ja. Ja. Yes. Oh, nee toch? Oh, ja. La, 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 la. Ik kreeg wel uit mijn strot thanks voor het food. Met? Dat ik zei dat ik uit mijn strot wel kreeg, bedankt voor het eten. Ja, ik vond het heel grappig. Kijk, en als ik het dan heb over de Jordi die fel buiten reageert, dan heb ik het over dit, hè? Uh-huh. Maar dat is prima. Ik meen het. Ik vond het echt indrukwekkend om te zien. Oh, lekker in het zonnetje, hoor. Ja, mag. Maar snap je wat ik bedoel met, dit is niet per se echt iets wat ik wil laten zien? Nee, maar soms moet het er even uit, weet je. Ja, maar het is gewoon een frustratie van dat iets totaal iets anders wordt verwoord. Mm-hmm. Oké, maar wat heeft Shelly precies tegen Lexi gezegd? Nou, Shelly heeft iets gezegd in de richting van dat ik Lexi misgunde dat ze 3 bezoeken had. Maar dat is helemaal niet waar. Dat weten wij. Dat weten Jesse en Meron. Maar... En dan volgens legt het verhaal uit en dan zie je gewoon, weet je wel, naast... Want Merel zit naast Alexandra, zie je Merel gewoon ja knikken van dit is gebeurd. Ja, die bevestigt het ook gewoon en ik ook. En nu bevestigen we niet omdat ze mij mogen. Maar bevestigen omdat het waar is. Juist, want ik deed ook zo van... Fuck. Maar je kan gewoon merken dat dit gewoon... een hele gedoe is omdat zij niet mag dansen. Ik krijg er zin niet. Dan gaat ze maar sneaky doen of zo. Dat moet ze echt zelf weten, maar... Ik bedoel, ik probeer dit feest zo leuk mogelijk te maken en alles. En ik probeer iedereen zoveel mogelijk bij te betrekken. Mm-hmm. Maar het moment dat er geen ruimte is voor een dans, solo, dan is er geen ruimte voor. Klaar. En het moment dat ze haar danslerares hierbij haalt, wordt het bekostigd op mijn evenement. Mm-hmm. Mijn evenement als in de zin van Love is Love. Echt? Ja.
Ja, want ze had al gebeld, hè? Voordat ze het überhaupt had gevraagd. Ze belde voor weekend al of zo. Ja. Nou, ik vind het allemaal maar heftig. En, ik snap niet dat je zo kan zijn. Nee. Dus gewoon, weet je, en dan komt Lexi eraan. Want Lexi die gaat naar me toe en die zegt... ja, ik heb begrepen dit, dat is dus zo. En denk bij mezelf, en dan heb ik het dus over die bong, weet je wel. Zegt ze, nee, want je weet nog nooit niet wat je kan overkomen. En denk mezelf van... Daar ging het toch helemaal niet. Het gaat, en dat, maar dat zei ze dus. Van, maar ben je nu boos op me vanwege die gong? Dat heeft ze daar gezegd, maar dat heeft ze ook twee keer daar neergezegd. Ja. Bij de lounge set. En denk mezelf van... Jongen, luister nou even niet goed. Luister nou even. En zegt ze, dit gaat worden echt 3 nog gezellige maanden. Ik moest zo van, je kiest er zelf voor nu. Het ging helemaal niet om. Want als je tegen me had gezegd, wat vind jij van gisteren, weet je wel. En dan hadden we daar gewoon een gesprek over gehad. Had ze hetzelfde gehoord. Maar ze komt al aan met, ik heb begrepen dat je me misgunt. Fuck off, joh. En dat is ook helemaal niet wat je ooit hebt gezegd. Nee. Het enige wat je hebt gezegd is, of iets in die richting van, joh, ik had ook graag bezoek willen hebben. En zij heeft gewoon 3 keer bezoek gehad. Het is, dus het is een voorbeeld. Ja, precies. Het gaat niet eens om haar. Het gaat niet om die gong. Het is gewoon meer van, joh, zij heeft niks te klagen en jij hebt helemaal niks. Ja. Dus het zou logisch zijn. Wees dankbaar dus voor die 3 bezoeken. Precies. En het is niet dat ze zegt dat ze ondankbaar is, maar het is meer van, wees blij dat je 3 hebt gehad. Want het had ook 1 kunnen zijn, of 0 in mijn geval. Precies. Ja. Dat zei Gerrit ook terecht. Van joh, wat Gerrit in 15 maanden, of nou ja, 13 maanden voor elkaar heeft gekregen. Ja. 4 keer bezoek, bijna 4 keer. Dus zij gewoon 3 maanden gekregen. Zij, ja, dat is toch bizar. Oh, daar was je bij. Ja. Ja. Nou joh. De rest is niet zo lekker. Nee, lekker. Oh, heet dat hard. Ja. Maar, ja, weet je, dit verbaast me ook gewoon erom. En, Dit is gewoon wat je net hebt gezien. Mm-hmm. Dat is gewoon hoe fel ik kan reageren als ik hier buiten ben. Mm-hmm. En ik heb hier helemaal geen zin om dat alleen maar te doen. Maar je kan wel in ieder geval zien dat er geen wind met mij te bezeilen is het moment dat dat er is. Waarom zou je het opbrengen überhaupt, mm-hmm. weet je? Ja. Want er worden er meteen alweer dingen in mijn schoenen geschoven. Ja. Het slaat echt helemaal nergens op. Want dan kan je 1 ding vertellen. Ze mag blij zijn dat ik ben weggelopen. Want anders was het echt tot een schreeuwpartij in de silo geweest. Oprecht. Mm-hmm. Want ik liep naar de silo naar binnen. En ik zei, kan je de volgende keer, als je dingen zegt, het goed bewoorden. Dankjewel. En ik liep weg. En ik zat volgens in het Engels te renten. Mm-hmm. Dat is wat ik hier buiten ook doe. Ja. Engels echt. Alles eruit. Als je me zo pakt. Mm-hmm. Dan ga ik Engels. Dan denk je niet eens meer Nederlands. Nee. Ja, precies. Maar wat zei zij erop dan? Geen idee, ik was weggelopen. Ja, dat heb je dan ook niet. Ik zat te schreeuwen, dus ze zat verder. Ze zei iets, maar ik weet niet wat. En ik schreeuwde er verder op heen. Dat is hoe noem je dat? Weet ik veel. Je silly cunt. Ja, oh ja. Wat ik ook niet snap. Lex is altijd... was heel goed met jou. Maar toen heeft ze jou er best wel in de steek gelaten met haar haren wassen, weet je wel. Ze gewoon een week lang heeft die vrouw zonder gewassen haren gelopen. Terwijl ze al beloofde haar dat te wassen. En dan maken ze weer goed en dan hebben ze toch weer minder contact. Maar altijd geloven ze gelijk wat Shelly zegt. Weet je? Daar ben ik ook klaar mee. Ja. Dat wist ik. Weet je, het is een irritatie voor mij, hè. Mm-hmm. Een irritatie voor mij hoef ik niet naar iemand anders te verantwoorden. Daarom zei ik net tegen jou, wil jij het bij Lex, is het handig om het te uiten of niet? Zei je, nee, dat wil ik niet doen. Want binnen 1 of 2 dagen is het gewoon helemaal plat en dan heb je hier helemaal geen heisa over. Nee. Maar dit is weer de ik bemoei me weer met alles. Dat is Lexi. Ik moet mijn vinger in de pap hebben. En Shelly blijkbaar. Want die heeft het gesprek gehoord. En die is er. Nou, die zat ernaast. Ja, maar dan... Maar dan is er ook een sneaky bitch, ja. Want die mevrouw had gewoon de koptelefoon op, mm-hmm. toen ze achter die computer zat. Waarschijnlijk 1 oor eraf. Ja. Maar dan kan je de volgende keer gewoon lekker aanschuiven. Ja. En dan kan je gewoon lekker meeluisteren. Precies. En dan kan je goed horen hoe het is verstaan. En niet zomaar wat... Ja. Ach. Jongens. Echt.
En mensen weten al dat ik al 3 dagen gewoon fucking geïrriteerd ben om Jan en Alleman. Mm-hmm. En toch proberen ze me. Ja. Toch weer, hè? Maar dit, ik zie dit meer als stoken eigenlijk. Maar is het jou dan teruggepakt omdat zij zogenaamd niet mag dansen op het evenement of zo? Weet ik wel wat de bedoeling is. En als dat de bedoeling is, is het fucking pathetic. Ik ben helemaal klaar mee, joh. Ja, hij is dus ook niet te nassen. Ik zit hier te kauwen, joh. Mijn kaken doen gewoon pijn. Maar ja, oké. Ik kan er niet over uit. En dan ben ik weer de persoon die verschut zou omdat ik uit mijn slof ben gaan schieten. Nee, jawel. Ik sta weer helemaal verschut. Omdat ik laat mezelf weer kennen. Mijn lex ook hoor. Oh, je bedoelt de Robert Shell. Oh, ik heb het over mij nu, weet je. Van dat ik laat mezelf nu kennen in deze hele situatie. Ja. Omdat er... Ja. Wat moet je anders? En ik vind, als ik dan ook even heel eerlijk ben, Lexi die zegt, weet je, het is weer meteen weet je van, kom even alleen praten. Nee, mm-hmm. Weet je. Ja, je praatte met mij alleen toen. Ik loop daar naartoe om naar Zielen te gaan en je... En ik schreeuw Shelly erop aan. Ja. Loop ik daar naartoe. Ik sta bij jou en bij Jens. En op dat moment had ze terug naar mij kunnen lopen. En had ze kunnen zeggen, kom Jordi, gaan we even verder. Deze maar ze is gaan zitten voor 10 minuten. Ja. En daarna is het... Ja. Omdat ze wilde knuffelen. Ik weet niet wat voor storyline zij in haar hoofd heeft. Ja. Het was niet eens tegenover haar je frustratie. Mijn frustratie was gewoon meer persoonlijk over het nieuws van gisteren. Ja, tuurlijk. En snap even dat iemand daar gefrustreerd in is. Ja, ja, ja. Weet je, maar dan wel meteen bevestiging zoeken. Ja, Mariska, maar ik stond bij de caravan, hè? Maar daar gaat het niet om. En Mariska zei ook, weet je, van... ik zag dat je aan het water zag, dus ik ben naar je toe lopen. Maar toen zag ik dat je zender afdeed. Dus toen ben ik maar eventjes snel weer weggegaan. Ja, weet je wel? Maar dat is gewoon redelijk. Maar dat is gewoon... Dat is, vind ik, weet je, in dat opzicht vind ik dat gewoon normaal. Weet je, je ziet mij... ik was daar bezig met het bouwen. Jij staat daar toch ook bij de diertjes toen. Toen daar best wel veel mensen stonden, Mero en zo. Toen liep ik langs. Andrea vroeg, gaat het? Ik zeg, gaat goed hoor. Met fucking tranen in mijn ogen en een snik. En ik loop te schelden. Ja. En ik loop niet te schelden op de bewoners. Nee. Je weet waar ik over scheld. Tuurlijk. Over de hele gebeuren. Nee. Dus dan... Je weet wat de emotie is. En je weet dat bij een persoon... Kijk, ik heb na een uur... Kan ik het wel eventjes uitzetten enzovoort. Mm-hmm. Maar ik draag het wel gewoon verder mee. Ja. En het was super vers. En ik dacht ook, ik laat je even. Weet je, je loopt zelf ook weg. Dus ik dacht, ik ga niet achter je aan, want dat vind je vast nee, niet maar dat hoefde je echt ook totaal niet te doen. Nee. Want, weet je, ik stond daar en ik zat er tegen Hiske en ik had het tegen Gerrit. Mm-hmm. Ik zat echt gewoon mijn eigen te kwijt, hè. Yeah. Ik teken hier voor fucking 15 maanden. En ik ben hier maar maximaal 5 maanden. Na 1 maand dat ik hier ben, hoor ik het stopt. Mm-hmm. Terwijl ik heel veel heb opgegeven. Yeah. Vervolgens zit ik in 3 weken zit ik van, ik heb eindelijk familiebezoek. Fucking finally. Ik zie mijn moeder weer, die ik iedere dag heb gezien, die ik iedere avond na 6 uur dat ik de hond met een half uur ging uitlaten. Mm-hmm. De grote hond en de kleine hond, omdat ik het altijd reet gezellig vond met mijn moeder. Yeah. Vind met mijn moeder. Mm-hmm. Ik kan mijn eierenkant bij mijn moeder kwijt. Daphne en Dagmar, die kennen mij als geen ander. Yeah. En... Dat wordt van je afgenomen. Dat wordt van me afgenomen. Ja. Oh, sorry. Neem mij niet uit. En dat wordt van me afgenomen. En ik vind dat super kut. En ik vind het ook kut voor bijvoorbeeld Milène, die niet haar familie kan zien tijdens haar verjaardag. Mm-hmm. Vind ik het ook fucking kut voor. Maar ik vind het niet zo kut voor Alexandra, waar zij 3 familiebezoeken al heeft gehad. Mm-hmm. Ja. En dat is het meer. En het gaat haar ook alleen maar om Frenkie. Terwijl Frenkie had erbij kunnen zijn, maar hij heeft ervoor gekozen om niet te komen, weet je. Dus blijf een beetje reëel. En natuurlijk hopen mag een tijd, maar... Shelly weet wat mijn emoties waren, want Shelly heeft me daar nog bij de tent heeft ze mij een knuffel gegeven. Ja. Yeah. Ze zei, ik vind het zo sneu voor je. Maar mensen hoeven mij hier niet sneu te vinden. Maar het is gewoon meer een beetje van, hey, het is een emotie waarmee ik rondloop nu. Hou er rekening mee. Dat, want Jessie zei het ook van, het is wel mooi, het is wel goed als wij rekening kunnen houden met elkaar. Waarin dat jij je bijvoorbeeld kut voelt, dat je... dat je niet je familie kan zien. Maar kijk, bijvoorbeeld... Voor mensen, mm. Jij kan niet meer je ouders spreken. Ik kan echt mijn... Echt, dat is voor mij echt gewoon familie, hè? Daphne, ja. Dagmar en mijn moeder. Ja. Dat is voor mij echt pure familie. Mm-hmm. Is het niet...
dat ze zijn aangetrokken. Want ook, we zijn echt, ons krijg je echt niet uit elkaar. Kan ik niet zien, heb ik geen contact meer mee. Dylan heeft geen contact meer met zijn vriendin. Ja. Hij maakt zich zorgen om zijn vriendin. Mm-hmm. Er zijn hier een aantal beweegredenen van mensen dat ze post krijgen en familiebezoek, dat hun een extra boost geeft. En mij zou dat toen ook tijdens de markt mij een boost geven. Mm-hmm. Die de hele dag zou ik in de kreukels liggen en zou ik waarschijnlijk huidig crepes gaan bakken. Yeah. Maar daarna, nadat dat helemaal klaar is, kon ik gaan terugkijken op. Kijk eens hoe knap mijn vriendinnen zijn en kijk hoe lief ze zijn. En kijk eventjes die gym die we hebben neergezet. Weet je, allemaal dat soort dingen. Ja. Maar dat kan niet. En ik kan het ook niet in de post schrijven. Nee. Ja, ik snap je echt. Because my fucking lazy ass wou een post één dag later sturen op de dag zelf. Nah. Maar daar kan je ook niks aan doen. Dat, ja. Nee, maar dat is toch fucking kut. Ja. Het is echt oneerlijk. Ik had liever gehad van, joh, jullie krijgen nog één dag om post te versturen en dat is het. Maar onthou wel, zij kunnen ons nog wel zien. Dus alles wat jij zegt, kunnen ze nog zien. Ja, maar het is meer de directe communicatie. Dus ja, directe combinatie wat je communicatie hebt. De enige communicatie die we hadden is nu weg. De enige communicatie via de post. Mm-hmm. En de communicatie van dat ik contact met ze zou hebben, gewoon, ja, is gewoon weg. Ja. Het is gewoon helemaal weg. Mm-hmm. Het is nu dat we 3 maanden ergens in Indonesië zitten. Geen wifi, geen 4G, helemaal niks. We hebben geen bereik. We kunnen niemand bereiken nu. Nee. Voor onze directe omgeving. Het enige waarvan wij nog dingen kunnen horen, zijn bezoekers nog die op de markt zouden komen. En evenementen. Dat is nog het enige. En die lullen soms ook onzin, hè? Weet je nog wat ze tegen Lex hadden gezegd? Wat was tegen Lex gezegd? Dat Gert-Jan in verwachting zou zijn. Dat is helemaal niet waar. Dus ook wat bezoekers ook zeggen. Je weet niet in wat voor dingen. Weet je, dan is het ook nog van hoe ken je mijn moeder dan? Of hoe ken je die vriendinnen van me dan? Ja, ik weet wel hoe hun.